Johan Dane van Groen, de top in Katowice stelde teleur. Ons land doet niet mee. Nochtans, het parlement was wel akkoord om een koplopersfunctie in te nemen. Als je dan niet toetreedt tot die High Ambition Coalition, dat is niet logisch, hè? Nee, dat is heel onlogisch. Nu, ik stel me de vraag in hoeverre men zich goed heeft voorbereid. Want de minister liet vallen dat zij op een half uur moest beslissen of zij wel dan niet zou toetreden. Nu, dat kan ik heel moeilijk geloven. Dat soort engagementen en dat soort tops wordt bijzonder goed voorbereid doorgaans. Dus dat wist ze echt wel op voorhand. Wat zou er dan aan de hand zijn? Ik denk dat er gewoon een groep is binnen de Vlaamse regering die niet wil dat we daartoe toetreden. En met name aangevuurd door de N-VA. Ja. Het bericht werd ook daarvan werd gewacht gemaakt, in kranten natuurlijk ook. Hè. Ja, maar ik hoor zelfs voor en ook achter de schermen dat dat aan de hand is. Dus de N-VA wil zich niet binden tot die hoge ambitiegroep. En dat vind ik bijzonder jammer, want Vlaanderen zou net op dat vlak de top kunnen betekenen. Wat is er mooier dan vooraan staan in toekomstbestendige acties of industrieën? Dat is toch iets wat we moeten toejuichen. En ja, Vlaanderen was lange tijd of België koploper op vlak van industrie, op vlak van de chemische nijverheid en zo verder. Allee, als we op vlak van energie of hernieuwbare energie of energieefficiëntie aan de kop zouden staan, wat is er mooier dan dat? Ja, wat is er mooier dan dat? Maar de minister zegt wel, het heeft geen zin om beloftes te maken die we niet kunnen nastreven en bovendien hangen er zware boetes aan. Ja, dat is natuurlijk een vals antwoord, want wij willen net hoge ambitie met strenge en kordate maatregelen. De beide moeten hand in hand lopen. En dan geeft ze eigenlijk ook aan dat andere landen zomaar wat zeggen. Dat geloof ik ook niet. Het kan me niet voorstellen dat landen zoals Duitsland, Nederland, dat die zomaar wat zeggen. Dat die zomaar zeggen van we gaan dat ambitieniveau halen. En we zullen wel zien wat daarvan toe komt, of hoe we daartoe gaan geraken. Die hebben best wel plannen die kordaat zijn. En ik zou onze regering willen oproepen om ook dat soort plannen te maken. Ja, langs de andere kant, Vlaanderen is een klein oppervlak. We zijn dicht bebouwd. Kan je dan wel dezelfde ambities opleggen aan ons als aan Polen bijvoorbeeld? Ja, maar dat is denk ik niet de kwestie. Hè. De kwestie is, wil je voorop lopen in die domeinen of wil je aan de staart bengelen? Ja, ik stel gewoon vast dat we op heel wat van die domeinen aan de staart bengelen. En ik wil dat Vlaanderen net voorop loopt, omdat we op dat vlak het verschil kunnen maken. En als je voorop loopt in iets wat toekomstbestendig is, dan kan je die technologie ook verkopen. Dan komen mensen naar ons kijken, kan je jobs creëren, kan je investeringen binnenhalen. Dat is wat we moeten doen, we moeten voorop lopen op vlak van hernieuwbare energie, energieefficiëntie. En dan zullen we ook, dat zal ons ook allemaal ten goede komen. Ja, dat vooroplopen, dat vonden ook 75.000 mensen die onlangs hebben betoogd, hè, op die klimaatbetoging. Anderzijds hebben we het protest van de gele hesjes ook gehad. En die draaien voornamelijk over hoge dieselprijzen. Ik kan daaruit besluiten, of men zou daaruit kunnen besluiten, mensen willen wel een schoner klimaat, maar willen het niet in hun portefeuille voelen. Dat is ook wel een legitiem argument. Ja, maar het een hangt ook niet per se samen met het andere. Nou, ik denk dat mensen terecht protesteren omwille van de hoge brandstofprijzen, omdat ze net alleen maar via een auto ergens kunnen geraken. Dus je moet zorgen voor ja, een beter ruimtelijke ordening, beter openbaar vervoer, dat je mensen alternatieven geeft. En dan ga je dat soort protest wel voor een stukje ongedaan kunnen maken. We moeten echt wel voorop lopen in Vlaanderen en in België en in Europa, want anders gaan we echt wel de boot missen en dat willen we niet. Want dat zal sowieso geen makkelijke opdracht zijn, maar ik denk dat we er in Vlaanderen klaar voor zijn. De mensen willen het, de bedrijven willen het, ook veel bedrijfsleiders roepen op om meer ambitie te tonen. Ik stel me dan echt wel de vraag waarom de Vlaamse regering dat niet wil volgen. Ja, u spreekt over willen. Het is ook een kwestie van moeten, denk ik. Want we kunnen niet anders dan zorg dragen voor ons klimaat. Ja, absoluut. Het is een kwestie van willen en we moeten. Eigenlijk hebben we geen keuze. En het probleem is, hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt. Het is net zo'n beetje alsof je bijvoorbeeld een erge ziekte hebt die progressief is, die erger wordt. Je kan zeggen, ja, het zal zich wel oplossen. Nee, je moet zorgen voor een goede behandeling, want als je op tijd erbij bent, heb je veel meer kans dat het goed afloopt dan wanneer je afwacht, want dan is het misschien te laat. En op vlak van klimaat is dat eigenlijk ook zo. We moeten zorgen dat we op tijd de juiste maatregelen nemen om verdere problemen in de toekomst te vermijden. Want ook alle specialisten zeggen dat als je langer wacht, zal het veel duurder zijn om de problemen op te lossen dan nu proberen voorop te lopen. Om alles in te lopen, horen we dan eigenlijk bij de minister veel blabla, weinig boemboem? Vertaal ik het juist? Ja, ik denk dat je dat wel kan besluiten. Er zijn onder andere een aantal sectoren, zoals gebouwverwarming, zoals transport, zoals landbouw, waar het echt niet de goede kant op gaat.
op dat vlak is onze CO2-uitstoot aan toenemen het laatste jaar, terwijl we naar beneden zouden moeten gaan. Dus ook op die domeinen zijn er plannen gemaakt, maar zelfs die plannen worden niet in volle uitgevoerd. Dat is bijzonder jammer. We moeten echt wel een tandje bijsteken, ook kijken hoe ze dat in het buitenland doen, om ervoor te zorgen dat we in Vlaanderen inderdaad tot de koplopersgroep behoren. Iets wat het hele parlement ook wilde. Was uw indruk dat de minister zich ook bij momenten zich verstopte achter de andere niveaus? Want het loopt al langer mank tussen de vier klimaatministers. Ja, voor een stukje wel, hè, want zij zegt van ja, maar het federale niveau heeft nog geen plan op tafel gelegd. En het federale niveau zegt ja, maar ja, Vlaanderen wil niet praten over de verdeling van de inspanningen op basis waarvan we ons plan kunnen maken. Het is een beetje wat is de kip, wat is het ei. Ik heb gewoon de stellige indruk dat er slecht wordt samengewerkt, dat men probeert om de zwaarste inspanningen van elkaar af te schuiven. Terwijl ik zou zeggen van, kom aan jongens, ga rond de tafel zitten, probeer goede afspraken te maken, want het is veel te belangrijk om lange tijd niet te doen. Het gaat trouwens ook heel traag vooruit allemaal en het klimaat wacht niet en we hebben geen tijd om langer te wachten. Ja. Oké, dankjewel Johan Dane. Studiocommissie zit er alweer op. Kijk morgen zeker om 9:00 naar de begrotingsdebatten en om 14:00 voor de actuele vragen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.